Zo'n 80 bewoners van Andijk en omgeving werden bijgepraat over laagvliegroutes boven hun regio. Dat is het geval als Lelystad Airport wordt uitgebreid met meer vluchten. Wie heeft de petitie getekend, mensen? Van stop de vliegtuigroutes. De bijeenkomst werd georganiseerd door Progressief West-Friesland. Een partij die tegen de uitbreiding van Lelystad Airport is, maar vooraf ook benieuwd was naar de mening van voor- en tegenstanders. Ik heb geen idee hoe inwoners erover nadenken. Ik weet wel dat ze weten dat het hier gaat komen. En dus ik hoop dat ik dat vanavond hoor. Ben ik benieuwd naar. Veel bewoners zijn nog altijd bezorgd over de mogelijke geluidshinder van de laagvliegroutes. Want je leest dit, je hoort dat. En ik wil nou wel eens weten wat er nou precies aan de hand is, wat hierboven gaat gebeuren. Sowieso, het is een gezondheidsrisico wat je loopt. Als je al die geluidshinder bij elkaar optelt, dan kunnen er slaapproblemen ontstaan, concentratieproblemen, noem maar op. Door de uitbreiding van Lelystad Airport vliegen er volgens Progressief West-Friesland jaarlijks 120 toestellen over het dorp. Weber is boos dat de overheid met weinig informatie komt. Ze vertellen wel tegen me dat het 120 dagen is en dat het hier in Andijk aankomt over het IJsselmeer op 1800 meter. En dat het dan gaat stijgen in Andijk naar het snelverkeer van Schiphol. Dat is veel hoger, hè? En dus hopen de bewoners op de bijeenkomst meer duidelijkheid te krijgen en zo hun mening eventueel bij te stellen. Ja, hoe moet dat verder? Weet dat maar. Moeilijk. Ik denk heel moeilijk. Maar ja, je moet toch iets doen, denk ik. Een stem laten horen. Nou ja, ik denk dat ze dus eerst dat luchtruim daarboven opnieuw moeten indelen. En dan pas dus de aanvliegroutes moeten gaan bepalen, waardoor ze dus hoger kunnen vliegen.